En in 2013 was ik zelf hier. Ik weet niet of iemand kan raden waar hier is. Kroatië. Wat? Kroatië. Kroatië, nee. Nog een gok? Portugal. Portugal, nee. Het is Ibiza. En ik zat in Ibiza op dat moment voor denk ik 7-8 maanden. En wat was mijn reden om daar te zitten? Ik woonde in Antwerpen op dat moment en nou, ik had gewoon eerlijk gezegd even gehad met de stad, met de mentaliteit van mensen, het leven in de stad. Het klopte gewoon soms voor mij niet. Hoe we met spullen omgingen, hoe we met mensen omgingen. Het ging altijd over ik en de ander. En ja, ik ben een gevoelig mens en dat werd mij te veel. Dus ik zei van, weet je wat, bekijk het allemaal. Ik ga op een mooi eiland zitten. En ik heb een auto volgestopt met allemaal spullen. Ik wist niet wanneer ik terug zou komen. Dus ik dacht van, ik vertrek gewoon. Ik heb een appartement gehuurd op Ibiza en daar zat ik dan. En nou ja, ik zat op een mooi eiland, maar nog steeds in een appartement tussen vier muren. En ik wilde toch net iets anders. En toen zei een vriend van, hey, weet je wat, ik zit op een hele leuke hippiecamping. Wil je niet daarheen komen en je tent neerzetten? Ik denk, ja, een hippiecamping, dat gaan we toch wel iets te ver. Ik wil wel iets anders, maar ik ben toch nog altijd een stadsmeisje. Ik had nog nooit zelf überhaupt een tent opgezet. Dus ik denk, no way, dit ga ik niet doen. Maar ja, goed, ik denk, ik ga hem wel een plezier doen, ik kom even kijken. Dus ik kom kijken en ik denk, oh, dat is wel leuk eigenlijk, dat is wel tof. En dan nog een keer en nog een keer, tot ik op een bepaald moment zei van, weet je wat, F it, ik koop gewoon mijn tent, ik zet mijn tent hier neer en ik ga het gewoon doen. Dus dit was het kamp. En volgens mij zat hier ergens, kwam er mijn tent te staan. En ik kom dus met die tent aangelopen en ik denk van, oké, wat moet ik hier nu gaan doen met die tent? Ik heb nog nooit een tent opgezet. Maar meteen kwamen er mensen naar me toe lopen en zeiden van, ja, heb je hulp nodig? Heb je spullen nodig? Want je kon dan zelf een stukje grond uitkiezen, je tent opzetten. Maar en je kon ook nog een extra ruimte zelf gaan inrichten. Dus mensen gingen mij ook gewoon spullen geven om samen een soort van lounge op te maken. Superleuk. En wat gebeurde er nog op die camping? Wat ik zelf heel erg fijn vond is, nou ja, iedereen maakte elke dag, je ging gewoon zelf koken en nodigde dan mensen ook gewoon spontaan uit. Dus niks was gepland, het was gewoon van, hey, hoi, ik heb vanavond dit gemaakt, schuif je lekker bij aan. Super tof. Dit is het bord waar mensen die een bepaalde skill hadden hun naam konden opzetten en op de tijd. En die konden dan hun skill gaan delen. En dat was vrijblijvend, dus iedereen kon gewoon binnenlopen die zin had om, wat staat er, yoga, aan yoga te doen. En dat was dan voor een kleine bijdrage of gewoon gratis. Dus het was eigenlijk naar wat je zelf kon besteden, kon je skills gaan leren. En dan hier, dit is in mijn tent, heel veel kleren. Mijn idee over bezit ging ook veranderen naarmate ik daar zat. En ik besefte, nou ja, ik heb gewoon te veel kleding. Ik heb dit allemaal niet nodig. Dus dan heb ik besloten om mijn kleding aan de rest van de camping uit te delen. En heb ik gezegd van, nee maar. En zo werd er eigenlijk heel veel aan kleding en spullen gedeeld. En dat was super fijn. Dit is de Caja de Regalar. De giveaway box. Dus als iemand spullen had die ze niet meer wilde hebben, die kwamen dan daarin terecht en dan kwam je daar voorbij gelopen en kon je nemen wat je eruit wilde halen. Nou, dit symboliseert mijn gevoel. Breaking loose from the mold. Want wat had ik als gevoel toen ik nog in Antwerpen zat, dan was ik die eerste. En dan niet per se Antwerpen, maar de stad, zeg maar. Dan was ik de eerste persoon en beetje voor beetje had ik het gevoel dat ik vrij kon zijn. Dat ik een mens kon zijn. Want het klopte gewoon voor mij in de stad. En in die hippiecamping klopte het gewoon wel. Het delen van spullen, het delen van tijd. Het was misschien in een heel idyllische situatie op dat moment. Maar zo hoort het volgens mij gewoon wel. Dus ik ben misschien wel een idealist. Dat hebben jullie waarschijnlijk al wel door. En nou ja, de zomer is voorbij. Wat ga ik dan doen? What's next?
Iedereen gaat in de winter in Ibiza de deuren sluiten. Iedereen gaat ergens anders heen. Ik denk, ja, dan ga ik terug naar de stad met deze ervaring. En wat ga ik doen in de stad? Nou ja, ik had dit boek gelezen, The Suitcase Entrepreneur. Ik denk, super tof. Ik ga met mijn laptop de wereld rondreizen. Een lijstje gemaakt van cursussen die ik wilde leren. En ik denk van ja, zo ga ik gewoon de wereld rond. En dan hoef ik mij niet te binden aan die stad. Want ik was nog altijd... Nou, ik was weggegaan met een wrang gevoel over de stad. Dus ik denk, zo ga ik terug. En zo snel ik ga zo snel mogelijk weer weg. Maar toen kwam ik dus in Amsterdam. En toen wilde ik mijn eerste skill leren. En dat was een WordPress website bouwen. En zo kwam ik bij Connected. Ik denk, ja, super tof. Mijn vriend zit hier ook in de zaal. Die hoorde elke dag dat ik met nieuwe platformen en ideeën thuis kwam. De volgende was eten delen. Dus na een lange dag werk dacht ik van, ja, leuk. Ik ga mijn eten via thuis afgehaald bestellen. Met oud en nieuw wilden we het feesten vermijden. Dus we dachten van, wat gaan we dan doen? We gaan een avondje Monopoly spelen. We hebben geen Monopoly. Dus gingen we kijken op BRB en zijn we bij de buren Monopoly gaan halen. Superleuk. En dan kleding delen. Toen ik van Ibiza terugkwam, had ik dus geen kleding meer. Want die had ik allemaal weggegeven. En dan was ik heel blij dat Lena de kledingbibliotheek er was. Want dan, als ik dan toch eens naar een speciale gelegenheid wilde, kon ik hier kleding gaan lenen. En dan heb ik een trainingsprogramma gedaan in sociaal ondernemerschap. Een andere skill die ik wilde bijleren. En daar hebben we ons eigen trainingsprogramma gecrowdfund. Moesten we 20.000 euro bij elkaar verzamelen in 1 maand. Om het trainingsprogramma mogelijk te maken. Dat hebben we ook gedaan. En dat hebben we gedaan via voorjebuurt.nl. Nou ja, en wat betekende dat nu voor mij om terug te komen? Nou ja, ik had een heel naar gevoel over de stad. En toen kwam ik terug en toen zag ik toch dat er een soort van community gevoel was ontstaan in de stad. En dat het toch, dat mensen meer in hun kracht werden gezet, dat er veel meer mogelijk was. En ook met het crowdfunden bijvoorbeeld. Nou ja, hoe mooi is het niet dat je gewoon zelf een idee hebt en het gewoon, ja, zelf ook kunt waarmaken daardoor. Dus dat was voor mij enorm bijzonder. En zo heb ik dan ook... ben ik bij Sharonel terechtgekomen. Ik ben naar Sharonel's website gaan kijken en daar zag ik hun visie. Wij geloven in een wereld waarin iedereen toegang heeft tot alle producten, diensten en kennis die nodig zijn voor een welvarend, verbonden, duurzaam en gelukkig leven. Nou ja, jullie weten alvast dat ik een idealist ben, dus dit sprak mij natuurlijk ook heel erg aan. Ik heb toen met Harmen en Pieter hebben we een gesprek gehad en zo ben ik zelf bij Sharonel begonnen. En hoe we dit nu doen, hoe we deze visie nastreven, dan mag Pieter komen vertellen vanavond. Dankjewel. Applausje voor Samantha. Mooi graag. Ik ga denk ik zonder microfoon doen. Of horen de mensen thuis mij dan niet meer? Leuk. Ik vind het ook extra leuk om te horen. Samantha vertelt vanochtend aan mij een beetje van, dit ga ik vanavond vertellen. Dat onze visie blijkbaar helpt om te zorgen dat we nu een heel tof team hebben. In totaal zijn we nu met z'n 9. Hier zitten ook nog Anne en Theresa en Ananda zitten daar ook nog. Dus daar ben ik eigenlijk alleen al heel blij mee. Ik ga niet heel veel vertellen over Sharonel, wat er nu allemaal speelt. Een paar kleine dingetjes. Allereerst het WeShare Fest. Zijn er hier mensen die naar WeShare Fest gaan in Parijs? Over 2 weken, is werelds grootste deeleconomie-conferentie, meer dan 1000 mensen in Parijs komen daar samen. Ik geloof dat het van 18 tot 20 mei is, van de woensdag tot de vrijdag, over 2 weken. Ook leuk om te delen is dat het boek uit is, getiteld Share. 2 jaar lang aan gewerkt. We hebben een paar weken terug, 2 weken terug, een hele leuke boeklancering gehad. En ja, nu scheelt het een heleboel. Dus als mensen vragen, wat is nou die deeleconomie, wat betekent het nou, wat gaat het doen met die markt, wat gaat het doen met die markt, waar gaat de toekomst naartoe, kunnen we zeggen, ja, we hebben een boek geschreven. Dus dat scheelt gelijk een heleboel tijd. Mocht er hier mensen zijn die dat boek willen hebben, je kan hem straks bij mij ook kopen. Natuurlijk, als schrijver moet ik hem ook goed promoten overal. Dus dat boek is er. En wat ik ook nog moest delen van ons team is het feit dat wij webinars, de online seminar gaan geven. En de eerste is op 14 juni. Dus ben jij iemand of ken jij iemand die wel eens wil weten wat is nou precies die deeleconomie en waar gaat het naartoe?
Wij gaan vanaf nu gewoon periodiek, ik denk om de maand, een webinar geven voor maximaal 25 mensen die dan in een uur tijd helemaal up-to-date gebracht worden met die deeleconomie. Dat gaan wij internationaal opzetten. Laatste dingetje om te delen vanuit ons ook, is dat we een monitor aan het opzetten zijn, redelijk grootschalig in samenwerking met de UvA. Gaan we zowel onder een sample van de random Nederlander, dus gewoon mensen van de real Nederland die nog niet per se de deeleconomie kennen, als een heus deeleconomie panel, gaan wij twee keer per jaar de deeleconomie meten. Dus we gaan kijken hoe de markten zich ontwikkelen en waar de markten zich heen bewegen. Maar we gaan ook juist kijken naar hoe verschillende type platformen verschillend gedrag faciliteren. Dus hoe jij je website bouwt, hoe je hem inricht als deelplatform, wat voor type mensen trek je daarmee aan en hoe gedragen die mensen zich vervolgens. En dan de volgende slide. Het is ook leuk om te delen, want we hebben het hier vandaag over sharing cities. Ik ben nu bijna 3 jaar geleden afgestudeerd op een consumentenonderzoek in Amsterdam, waarbij ik leerde dat Amsterdammers willen delen. 84% van de mensen in Amsterdam zou op zijn minst aan 1 van de bestaande deeleconomie platformen mee willen doen. En dat was eigenlijk de inspiratie voor Harm en voor mij om aan Amsterdam Sharing City te gaan beginnen. Want we zagen 1 ding, Amsterdammers willen delen. 2, Seoul in Zuid-Korea is een sharing city. Nou, zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. En het is nu zover dat wij internationaal samen met partijen uit Frankrijk, dus met WeShare, samen met partijen uit Engeland en samen met Seoul zelf een wereldwijd sharing city platform aan het opstarten zijn. En ik ga er niet te veel over vertellen, want wat wij in dat platform willen doen is eigenlijk hetzelfde als wat we in Nederland willen doen met ons landelijke sharing city platform, waar Samantha meer over gaat vertellen zometeen. Het leuke is wel dat sinds kort de gemeente Amsterdam een officieel statement naar buiten heeft gebracht over Amsterdam Sharing City en wat de gemeente Amsterdam allemaal gaat doen met de deeleconomie. En daarom ben ik ook heel blij dat Nanette Schippers hier vandaag is. Zij wordt ook wel de deeleconomie-deskundige van de gemeente Amsterdam genoemd. En ik wil jou graag uitnodigen om het stokje over te nemen. Ja, moet ik wel een heel goed verhaal komen natuurlijk, zou je dat te zeggen. Ja. Dankjewel Pieter. Het was inderdaad, ja, dit was nou volgens mij januari, februari 2015 kijken we hier naar. Dat Pieter en Harm de gemeente Amsterdam hebben uitgeroepen als Amsterdam Sharing City. En daar was de gemeente onwijs trots op. Maar we stonden ook wel meteen aan met een vraag van wat betekent dat dan eigenlijk als wij Sharing City zijn. Pieter en Harm die hebben ons toen aangegeven van in Amsterdam gebeurt zoveel op het gebied van delen. Heel veel mooie platformen. Er zijn er al een aantal voorbij gekomen. Niet alleen Amsterdam overigens, maar ook in Nederland. We zagen Peerby Connected. Dat was een van de punten die zij naar voren droegen, maar ook onze aanpak qua vakantieverhuur, dus als je je woning af en toe wil verhuren aan toeristen en het feit dat we een samenwerking waren aangaan met Airbnb. Dat was voor hen reden van ja, Amsterdam staat open voor een nieuwe manier van delen, zou ik maar zeggen, voor een nieuwe manier van de economie, namelijk de deeleconomie. En wij willen Amsterdam eigenlijk even in het zonnetje zeggen wat dat betreft. Nou, dat hebben ze toen gedaan, hartstikke leuk. En vervolgens zijn wij echt aan het werk gegaan. We hebben gekeken wat is de deeleconomie? Wat betekent dat voor Amsterdammers? Wat betekent dat voor de gemeente? Wat doen die initiatieven nou eigenlijk? We kennen allemaal de grote namen Airbnb en Uber. Zo, die hebben we nu maar even gehad, zeg ik dan ook maar meteen. Want er zijn veel meer interessante deelinitiatieven hier in Nederland en Amsterdam. Heel vaak raakt het de bestaande branches en het raakt ook het werk van de gemeente. Dus wij hadden heel vaak de behoefte van, god, wat is dat initiatief nu eigenlijk? Hoe past dat binnen onze regels op dit moment? Zijn er überhaupt regels voor? Moeten wij er überhaupt wel regels voor maken? Wat kunnen we ermee? Kunnen we gebruik maken van dat platform om onze doelstellingen van de gemeente Amsterdam verder te brengen? Dat is eigenlijk ook wat er is geland in een visiedocument. We hebben er uiteindelijk een actieplan van gemaakt, want dat
dat klinkt even wat actiever. En dat is ook de bedoeling daarvan. En in de visie, ja, de gemeente heeft niet kunnen zeggen, of ons college heeft niet kunnen zeggen van nou, wij vinden de deeleconomie vet tof of helemaal niks. Want de deeleconomie is zoveel omvattend. Je moet iedere keer weer kijken naar wat je voor je hebt liggen en wat je daarmee mee kan en wil. Het college heeft gezegd van wij zien heel veel interessante mogelijkheden, heel veel kansen in alle initiatieven binnen de deeleconomie. En daar willen we graag gebruik van maken en daar willen we mee gaan werken. Tegelijkertijd houden wij ook het welbekende level playing field in de gaten en als er excessen zijn zullen we ingrijpen. Dat is nu eenmaal de rol van de gemeente. Maar we hebben wel heel erg gefocust op al die kansen. Nou, en wat gaan we dan doen, zou je je afvragen. Dat zijn een aantal zaken. Wij in het onderzoek dat wij hebben gedaan, en daar hebben we heel erg afgetapt van ook de kennis en kunde van Sharonel. We kwamen er wel een beetje achter. De deeleconomie heeft een beetje een hipster feeling eromheen zitten. Soms, hè, jong, hoog opgeleid, die mensen die maken wel echt veel gebruik van de deelplatformen. Terwijl we ook echt wel kansen zien voor mensen die het wellicht wat minder breed hebben. En we dachten van, hoe bereiken wij hen nou? Hoe kunnen we die deeleconomie nu groter maken, dus voor een groter publiek. Dat is echt een van de uitdagingen die de gemeente ook op zich heeft genomen. Dus dat is deels informeren over wat is het en wat kun je ermee. En nog een stapje verder proberen wij ook de deelplatformen te verbinden aan de Stadspas, die jullie wellicht kennen. In Amsterdam hebben veel mensen mogen gebruik maken van de Stadspas. Heb je allerlei kortingen voor restaurants en dergelijke. Nou, waarom ook als je restaurants hebt, een bibliotheek, et cetera, waar je gebruik van kan maken, waarom niet ook deelplatformen daar aan verbinden. Dus daar zijn we nu mee bezig. Een ander ding wat we doen is onze aanpak ten aanzien van het vakantieverhuur, dus homesharing. Daar worden wij veel over gevraagd. Uit het buitenland krijgen we veel bezoek van god, hoe doen jullie dat nou? Hoe ziet jullie beleid eruit? Hoe is jullie samenwerking met Airbnb tot stand gekomen? Hoe handhaven jullie? En wij zeiden op een gegeven moment, daar willen we wat breder over spreken. We hebben eind mei heel veel steden uitgenodigd, bestuurders, om met onze bestuurders is in een besloten setting te praten over die uitdagingen van sharing economy en hopelijk ook dat wat dichter bij elkaar te brengen. Je ziet vaak dat andere steden snel grijpen naar juridische procedures, et cetera. Ik hoop dat wij hen kunnen inspireren dat het ook anders kan. En aan de andere kant hoop ik ook van hen weer nieuwe dingen te leren. Het gaat niet alleen over homesharing, maar dat zal zeker wel een groot onderwerp zijn. Maar ja, zeker ook allerlei andere kansen op het gebied van autodelen, spullen delen, et cetera. En hoe is dat in al die andere steden? Wat gebeurt daar? Welke sparks zijn daar die wij kunnen gebruiken? De andere, daar ben ik zelf erg over in mijn nopjes dat we dat gaan doen. Grote uitdaging, maar toen zei ik van Amsterdam Sharing City, practice what you preach, zeggen we altijd. Dus zorg er ook voor, als wij nu zeggen deeleconomie is hartstikke goed en daar moet je vooral gebruik van maken. Laat dan ook zien, zelf als gemeente, dat je hierin aan deelneemt. Wat wij gaan proberen is dat de gemeente ook zelf haar spullen, haar assets gaat delen. En we willen starten met de kantoorruimtes, de vergaderzalen die er zijn. Die worden veel gebruikt, maar er zijn ook momenten dat ze leeg staan. We willen kijken of we daar een mogelijkheid kunnen bieden aan bijvoorbeeld in eerste instantie bijvoorbeeld stichtingen, dus die echt een maatschappelijke impact bijvoorbeeld hebben, of zij gebruik kunnen maken van deze vergaderlocaties. Dat is de eerste stap. Wat mij betreft kan het steeds verder uitbreiden, dus kunnen we straks spullen van de werf lenen, een schep of een hark of we hebben van alles binnen de gemeente. En ik hoop dat na de jaren, als die vorderen, dat er steeds meer wordt gedeeld binnen de gemeente. Dat is even in een notendop waarvan de gemeente nu heeft gezegd, zo vullen wij Amsterdam Sharing City in. Een van onze belangrijke input komt ook echt van Sharonel. Zij hebben een heel goed netwerk en heel veel voor kennis. En ook zulke avonden zijn voor ons heel belangrijk om te horen van god, hoe kijken jullie hier nou tegenaan? Wat vinden jullie dat een gemeente zou moeten, kunnen of willen doen als een bepaald nieuw initiatief er is? Maar ook vanuit ondernemerskant. Wat zie je gebeuren in de stad? Waar loop je tegenaan bijvoorbeeld? Ik hoor het allemaal graag, dus ik ben erg benieuwd naar het vervolg vanavond. Ja.